First Dates. Een kostelijk programma waarin dappere vrijgezellen met elkaar op date gaan voor het eenzame oog van de camera. En alle ogen van ongeveer heel Nederland. En dat allemaal in de naam der liefde. Die zoektocht naar liefde is soms een groot succes en soms nog een grotere domper dan de antwoorden van Rob Jetten in een interview die altijd hetzelfde zijn. We gaan dinsdag met de fractie daarvoor praten. En wij gaan dinsdag met de fractie praten. Wij gaan zo beginnen met onze fractievergadering. Wij gaan met de fractie een goed gesprek hebben zometeen. We hebben met de fractie een goed gesprek gehad. Maar hoe dan ook, First Dates levert wel altijd interessante beelden op. Ik had een goudvis en die was ook wel aardig onderdeel van mijn leven. Als een date leuk is, dan betaal ik hem wel. Vond je het gezellig? Dus zullen we splitten? Ja. Ik denk waar we het over kunnen hebben. Weet dat je nou niet eens. Heb je niet goed geluisterd? Nee. Als datingcoach is het voor mij echt smullen om naar dit programma te kijken. Het is echt ontzettend leuk. Maar ik ben niet de enige die hier enorm van kan genieten. Ook Sophie van 3FM kijkt graag naar het programma. En ze belde mij op omdat een collega van haar, Jamie van 3FM, echt het hele daten en dan in het bijzonder op eerste date gaan, maar doffe ellende vond. Laten we eens kijken wat ze hierover te zeggen hadden. Jamie! Het is heel typisch, want wij kunnen het over één ding kunnen we het niet eens worden. En dat is... Nee, dat jij daten gewoon te gek vindt. En dat ik het eigenlijk gewoon vreselijk vind. Ik vind het gewoon ook echt bizar. Jij vindt daten super fascinerend. Fantastisch, ja. Vind je het? Ja. Ja, ik vind dat bizar. Ja, is het zo erg? Ja, maar ik vind daten echt ellende. Het meest ongemakkelijke wat je kan meemaken. Het meest ongemakkelijke dat je kan meemaken? Ja. Echt waar. Ik kan mezelf ook gewoon eigenlijk niet zijn. Ik ga heel raar doen. Ik ga heel stoer doen, alsof ik een meisje ben van 12 altijd. En dan, ja, zieke afknapper. Ik ben helemaal niet mezelf dan. Nee, ik hoor het. Nee, echt vreselijk. Je kijkt er ook heel ongelukkig bij. Ja. Wanneer was de laatste keer dat jij een date had? Ja, is echt heel lang geleden. Dat is niet altijd best. Dus besloot die lieve Sophie dit te doen. Jamie, ik ga jou vandaag helpen. Ik ben heel benieuwd. Ik heb iemand uitgenodigd voor jou die er heel veel verstand van heeft. Mm-hmm. En die gaat jou helpen. Ze had mij gevraagd of ik naar de studio kon komen en dan tijdens de uitzending Jamie kon helpen om er iets aan te doen. En dat is precies wat we gedaan hebben. Als je trouwens wil weten hoe je van jouw datingleven weer een groot succes kan maken... Allemaal als je veel pijn hebt ervaren in het verleden of hele vervelende dingen hebt meegemaakt, blijf dan kijken tot het einde van deze video, want dan vertel ik je over een principe waarmee jij kan afrekenen met al die negatieve gebeurtenissen en eindelijk de man van je dromen kan ontmoeten. Maar goed, terug naar de uitzending. In het eerste uur van de show hebben we vooral gepraat over allerlei datingtips en dat was gewoon ontzettend lachen. Luisteraars die mochten dan hun vraag inzenden of ze mochten zelfs inbellen. En ik gaf dan antwoord op al die vragen. Alleen, toen kwam het tweede uur. In dat tweede uur van de show ging Jamie ook daadwerkelijk op date met een man die daarvoor speciaal naar de studio was gekomen. Dat deden ze in een ruimte naast de studio waar wij zaten. Die zag er zo uit. Ja, er stond champagne klaar, er lagen snoepjes in de vorm van hartjes en dingen, zoals allerlei slingers en ballonnen in hartjesvorm. Mwah, perfect aangekleed. En we hadden een microfoon neergezet op die tafel, zodat wij mee konden luisteren. En alsof dat nog niet spannend genoeg was, konden alle luisteraars ook nog eens meeluisteren. Terwijl ik, samen met Sophie, daar weer dan onze mening over gaven. En dat zag er zo uit. Ja, dat is handig. Ja. Dat is een goede date, vullen we elkaar een beetje aan. Ja, dus als jij wat leuks hebt gehad, dan... Kun jij mij leren dat het gewoon totaal niet belangrijk is... dat het gewoon in één keer weggebonjourd kan worden? Ja, gewoon maar kom op, moet erop rijden. Gaat al een beetje over, nou, dan kunnen we in de toekomst dingen van elkaar leren. Ontzettend leuk, maar de grote vraag is natuurlijk... vond Jamie dit date nu ook leuk? Dus laten we eens kijken naar dat momentje dat we ook altijd bij First Dates hebben... dat er zo'n muziekje komt en dan... zowel de man als de vrouw dan moeten zeggen of ze elkaar nog een keer willen zien... Dat momentje hebben we exact nagebootst in de studio. En dit is wat er toen gebeurde. En dus ik vond het heel chill, heel eerlijk gezegd. Je vond het heel chill? Ja. Ja, je doet wat een verademing, zo. Maar jij hebt er 2 uur lang zitten roepen hoe vrees ik het wel niet vind op de daten. En blijkt dus dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn hier. Ja, dus dit heeft geholpen? Ja. Komt gewoon door, ik kom door Matthijs. Ja, ik denk dat het is. Ja. De dating expert die heeft jou ontzettend geholpen. Ja, dan rest me nog maar één vraag.
Zoals we dat bij First Dates ook altijd doen. En de muziekje ook echt, hè? En de vraag is... willen jullie elkaar nog een keer zien? Oh ja, dan moet je eerst naar elkaar kijken. Ga jij eerst antwoorden of ik? Ja, of we doen het gewoon tegelijk. Nou, ik zeg volle ja. Een volle ja? Ja, een volle ja. Nou, ik zeg ook wel ja. Ja! Yes. Jamie heeft de hele date dus als ontzettend leuk ervaren. En niet alleen dat, ze willen elkaar ook nog een keertje zien. Good times. Maar wat heeft er nu voor gezorgd dat ze deze date als leuk heeft ervaren, terwijl ze eigenlijk het hele date maar ontzettend stom vond toen we nog in de eerste uur van de uitzending zaten? Om Jamie weer te laten genieten van het daten was het nodig om haar negatieve associaties met dat daten, namelijk dat dit alleen maar doffe ellende was, te veranderen naar positieve associaties. Weet je de associaties die Sophie had met het daten, en waar het blijkt dat het eigenlijk wel ontzettend leuk kan zijn. Toen Jamie eerst aan daten dacht, voelde ze bijna flauw van ellende. En ze koppelde dus heel veel pijn aan de gedachte van het daten met een man. Hierdoor zal ze het hele daten alleen maar uit de weg gaan. Ze zal daar totaal niks mee te maken willen hebben. Want er geldt namelijk een gouden principe voor het gedrag van mensen. Mensen die bewegen weg van pijn en naar plezier toe. Plezier betekent dan dat je in je veilige comfortzone blijft. In plaats van datgene te doen wat eng is, maar wat je ook dichter bij je doelen brengt. Het vermijden van pijn betekent dan dat je bang wordt om iets te doen, terwijl je stiekem wel weet dat dat het juiste is om te doen. Bijvoorbeeld, stel je bent al maanden, misschien zelfs al een jaar lang aan het daten met een man. Maar je hebt nog steeds geen duidelijkheid over hoe hij denkt over jullie. Jullie hebben nog steeds niet het gesprek gehad wat jullie nou precies van elkaar zijn. Je hebt nog steeds geen duidelijkheid van hem. Dan weet je waarschijnlijk zelf wel dat het juist is om dat gesprek aan te gaan. Alleen de gedachte alleen al om hem te moeten confronteren met dat gesprek maakt je heel oncomfortabel. Daar word je bang van. Daar heb je angst voor. Want het kan zomaar zijn dat op het moment dat jij dat gesprek met hem aangaat, dat hij je niet het antwoord gaat geven waar je zo naar verlangt. Maar dat hij het antwoord geeft waar je eigenlijk stiekem een beetje bang voor bent. Ik zal je nog een voorbeeld geven wat dit gouden principe helemaal duidelijk voor je maakt. Coach de laatste man. Laten we hem eventjes Gerard noemen. Gerard die verstijfde helemaal van angst op het moment dat hij een vrouw moest gaan aanspreken. Gerard was namelijk vroeger ontzettend gepest, waardoor hij toen een hele sterke afwijzing ervaarde en zich ook heel erg buitengesloten voelde. En dat zorgde ervoor dat hij in het hier en nu nog steeds als de dood was voor afwijzing. Waardoor hij gigantisch zenuwachtig werd van vrouwen. Want ja, als hij eenmaal zou proberen aan te spreken, dan zou hij een kans lopen dat hij afgewezen wordt. En daardoor voelde hij die zenuwen dan helemaal door zijn lichaam gieren op het moment dat hij een mooie vrouw zag met wie hij een praatje zou willen maken. Toen ik aan hem vroeg wat die zenuwen nou precies met die vrouw zouden doen, antwoordde hij dit. Die zenuwen die zijn natuurlijk ontzettend slecht. Die vrouw vindt mij natuurlijk totaal niet mannelijk als ik zenuwachtig overkom. Want ik moet juist sterk en kalm overkomen. Ja, hier heb je nu dus een man die ontzettend zenuwachtig wordt van alleen al de gedachte dat hij een vrouw moet aanspreken. Omdat eerdere ervaringen in zijn jeugd hem ontzettend bang hebben gemaakt voor afwijzing. Maar tegelijkertijd mag hij die zenuwen niet voelen van zichzelf, want die zenuwen heeft hij als slecht gelabeld. Waardoor hij zich ook nog eens slecht ging voelen over het feit dat hij zenuwachtig was, waardoor hij zich nog slechter ging voelen. En op deze manier gaat hij natuurlijk nooit een vrouw ontmoeten, want het hele ontmoeten van een vrouw stond bij hem gelijk aan heel veel pijn. Allemaal negatieve emoties die hij dan door zijn lichaam heen voelde. Want het gouden principe is, mensen bewegen weg van pijn en naar plezier toe. Dus wat me te doen stond, was deze associatie die Gerard had met het aanspreken en het ontmoeten van vrouwen veranderen. En wel te beginnen bij dat label dat hij met zenuwen had. Dat label moest eerst veranderen. En dat deed ik door hem gewoon te laten vertellen tegen een vrouw op het moment dat hij haar aansprak dat hij zenuwen had. Dat hij zenuwachtig was omdat hij haar ging aanspreken en een complimentje ging geven. Want op het moment dat je je zenuwen uitspreekt, op het moment dat je je angst dus uitspreekt, ontwapen je de kracht van die angst. Want dat je zenuwachtig bent is dan geen groot geheim meer dat je met je meesleept en vooral probeert te verbergen. Het is alleen nog maar een sensatie die je voelt,
zonder dat je daar dan een label aan plakt dat die sensatie slecht is. Dat is hoe je die pijn weghaalt. Dan het toevoegen van plezier. Dat doe je door jouw focus te veranderen. Iedereen focust altijd op wat kan er allemaal fout gaan op het moment dat ze iets spannends moeten doen. Die focus was in het geval van Gerard, of in het geval dat jij op een eerste date gaat of op het punt staat om een man te ontmoeten, ontzettend egoïstisch. Want je bent dan helemaal niet echt bezig met de ander en een mooi moment creëren. Je bent alleen maar bezig met, oh, wat kan er allemaal misgaan met mij? Wat kan mij allemaal overkomen? Je stelt jezelf als centrale punt en je bent met niks anders meer bezig. Daarom liet ik Gerard focussen op het geven van een complimentje als een soort van cadeautje aan haar. Ik liet hem focussen op haar dag nog een stukje beter maken. Dan vervang je namelijk die egoïstische vraag van, oh, wat kan er allemaal misgaan met mij? Door een focus die gericht is op het geven in het moment. Om bezig te zijn met die ander. En wat er toen gebeurde met Gerard was heel bijzonder. Ik liep namelijk met Gerard langs een juice bar waar hij een vrouw zag zitten waar hij wel in geïnteresseerd was. Ze had namelijk exact de stijl die hij ontzettend leuk vond. Alleen één groot probleem. Die vrouw die zat te praten met de man die achter de juicebar stond. Hij voelde op dat moment die angst weer in hem opkomen en die zenuwen weer in hem opkomen. Maar dit was het moment dat hij niet meer voor die angst zou wegrennen, maar alsnog de actie zou ondernemen waar hij van wist dat dit het juiste was. Dus ik vertelde, loop naar haar toe en vertel haar gewoon. Hey, ik vind dit ontzettend eng, want ja, hij kan alles horen, wijzend naar de man die achter de bar stond. En dat maakt me een beetje zenuwachtig. Maar ik moest je gewoon echt vertellen dat je een hele leuke stijl hebt. Hi, ik ben Gerard. En dat is exact wat Gerard deed. Hij liep niet meer weg voor zijn angst, maar hij accepteerde het. En hij sprak die vrouw aan in het bijzijn van die man van de juicebar. Die hem daarna zelfs een compliment gaf dat hij het lef had om dat te doen. Hoe dit verhaal afliep is dat ze nummers uitwisselden. Die vrouw vond het namelijk ontzettend leuk dat hij zomaar uit het niets overdag een compliment kwam brengen. En binnenkort gaan ze op die allereerste date. Woe! Terug naar Jamie, die daten verschrikkelijk vond en daar heel zenuwachtig van werd. Als jij hetzelfde hebt als Jamie, dan kan je die zenuwen weghalen door tegen je date uit te spreken dat je het eigenlijk best wel spannend vindt. Je zal merken dat je op dat moment direct veel rustiger wordt. Op die manier hou je dus alle pijn weg. En plezier kan je toevoegen door je focus te veranderen. En dat doe je door de centrale vraag die jij jezelf continu afvraagt op het moment dat je op een date gaat te veranderen. Misschien is die centrale vraag in je hoofd, op het moment dat je daar tijdens die date zit, misschien wel dit. Wat moet ik nou in hemelsnaam toch zeggen? Dan ben je dus weer alleen maar met jezelf bezig. En daarnaast impliceert deze vraag ook dat je iets moet. Alsof er een soort dikke man met zo'n grote snor en een vette sigaar in zijn mond achter je bureau zit die vertelt wat je allemaal wel en niet moet doen op een eerste date. En dit creëert gelijk een soort vibe alsof je aan het werk bent. Een soort, ja, iets moet. Terwijl zo'n eerste date alleen maar gaat om te kijken of je een leuke energie met die andere persoon hebt. Of jullie chemie hebben. Of er een klik is. En dat doe je juist door te focussen op het hebben van plezier met hem. Daarom wil je die centrale vraag in jouw hoofd veranderen naar dit. Hoe kan ik nog meer plezier hebben? Deze vraag die impliceert dat je het al naar je zin hebt. En dat je focust op nog meer plezier maken. En op die manier ontstaat er opeens ruimte om grappig te reageren op het moment dat hij iets vertelt. En om met hem te flirten en een positieve spanning te creëren. En ruimte om een echte klik met hem te ervaren. Mocht je nou willen weten hoe je een man ook verliefd op je kan maken, klik dan hier. Dat is namelijk een link naar mijn gratis rapport waarin ik je vertel over de 3 schakels in zijn mannenbrein. Waardoor je man een stukje beter zal begrijpen. Geloof me, dat gaat je een hele hoop pijn besparen en heel veel plezier opleveren. Dus klik op die link en download dat gratis rapport. Voor de rest, abonneer op dit kanaal zodat je elke week de nieuwste video's krijgt waarin ik je alles vertel over dat mannenbrein. Dan zie ik je in de volgende video en doei doei!